Op de werf van de Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij in Amsterdam worden de afzonderlijke segmenten van de enorme tankers die er op stapel staan in reusachtige bouwhallen en lastloodsen tot grote eenheden samengevoegd. Later worden die aan het schip gelast. In deze omgeving schiep de Haarlemse kunstenaar Jules Chapon een wand van staal en glas, bestemd voor het nieuwe kantoorgebouw van de werf. 3,70 meter bij 6 meter wordt deze dubbele wand, die gedeeltelijk gemaakt wordt door leerlinglassers onder toezicht van de ontwerper, wiens tekeningen nauwgezet worden overgebracht op stalen platen afkomstig van oude schepen. Op de platen hebben zeewater en roest hun uitwerking gehad. Nadat ze zijn schoongemaakt en van roest en verfresten ontdaan, blijkt hoezeer de oppervlaktestructuur is veranderd. Wanneer alle gaten in het staal zijn uitgesneden, kan het effect enigermate beoordeeld worden. En nu kan de plaatsing van het glas aan de orde komen in de uitgespaarde gaten van beide wanden, die tegen elkaar geplaatst twee ruimten van het nieuwe kantoor van elkaar zullen afscheiden. Alle stukken glas die in de wand geplaatst worden, zijn speciaal op maat gemaakt en gesmolten. In de verbindingswand is uiteraard een deur opgenomen. Die dubbelwandigheid hangt samen met de zetting van het glas in elk der beide wanden. Verschillende technieken van glasverwerking heeft Chapon met raffinement toegepast om de kleureffecten te bereiken die hij in samenwerking met het staal wilde laten optreden in dit abstracte ontwerp, waarin overigens allerlei motieven uit de scheepsbouw te herkennen zijn. Ook draadglas werd toegepast, waarbij het draad het na smelting en snelle afkoeling gebarsten glas bijeenhoudt. Ook grote en kleine blazen in het glas dragen bij tot het effect van deze scheidingswand uit staal en glas. Een aansluitend stuk geheel stalen wand voltooit deze compositie, waarvoor de ontwerper impressies opdeed op de scheepswerf.